En ook alles wat ik weet en lees, al die feitjes, dat werkt ook allemaal zo verlammend. Weet je, dat ik weet dat er op aarde genoeg voedsel is om ervoor te zorgen dat iedereen te eten heeft. En tegelijkertijd weet ik dat er elke 7 seconden iemand doodgaat van de honger. Wat moeten we doen? Elke 7 seconden een minuut stilte, dat gaat niet. Moet je doen, man. De Dalai Lama die zegt, wat je kan doen als mens is dat je elke vreemdeling kunt begroeten alsof het een oude vriend is die je lang niet meer gezien hebt. Dan is het wel duidelijk dat hij nooit op koopzondag in Eindhoven is geweest. Weet je, en als ik eerlijk ben, dan... Weet je, vaak interesseert het me ook gewoon niet. Ja, dan lees ik in de krant dat er een of andere oorlog gaande is tussen de Hutu's en de Tutsi's. Weet je, het enige wat ik denk is, hé jongens, we zien eerst eens een betere naam, kom op. En voor mij hoeven ze daar geen cameraploeg heen te sturen. Het gaat toch precies hetzelfde als de vorige keer, gebruik maar gewoon die oude bil. Ja, die mensen hebben geen fatsoenlijke wapens. Ze gaan elkaar met van die kapmessen te lijf. Lopen ze allemaal met van die stompjes rond. Kun je ze helemaal niet meer uit elkaar houden. Weet je, het interesseert me niet. Ik voel er niks bij. Ik vind het veel vervelender maar wanneer ik net schone sokken aan heb getrokken... en dat ik dan in de badkamer in iets nats ga staan. Ik kan ook geen invloed uitoefenen op die situatie daar. Als ik het dan zou kunnen, ik zou het meteen doen. Ik zou meteen het vliegtuig pakken naar... waar die dan wonen. Weet je, en ik zou ze toespreken. Ik zou zeggen, jongens, kom op. En je kappen nou. Stoppen. Kom op, geef elkaar een hand. Ja, nee, joh. Ja, weet ik veel. Hopeloos. En soms denken we, het beste wat we kunnen doen is dat we die Hutu's gewoon een keer echt goed bewapenen en dat ze die Tutsi's uit kunnen moorden. Dat het een keer ophoudt. Of andersom vind ik ook prima dat die Tutsi's die Hutu's doen met ieder mini mutten, weet ik veel. En soms moet je accepteren dat dingen gewoon hopeloos zijn. Dat hele conflict in het Midden-Oosten. Daarvan denk ik ook, is het niet gewoon veel beter dat we gewoon een jaartje met z'n allen de andere kant op kijken en dat die Israëliërs die Palestijnen kunnen afmaken? Ja, uiteindelijk willen ze dat ook. Hebben ze dat hele land voor zich alleen? Lebensraum, zoals de Duitsers dat zo mooi kunnen zeggen. Of andersom vind ik ook prima hoor, dat de Palestijnen de Israëliërs afmaken. Maar goed, dat ligt allemaal net even iets gevoeliger, hè? Tegenwoordig is het al zo dat als je beweert dat alle Joden systematisch uitgeroeid moeten worden... dan ben je onderhand al een antisemiet. Nou, ik persoonlijk vind, als je toch echt wil dat antisemitisme ophoudt te bestaan... dan kun je toch ook gewoon stoppen met dat semitisme. Gewoon keppeltje af, borrelnootjes erin, lekker tv kijken. Klaar. Dat je al dat gelooft de hele tijd, man. Ja, alsof er niet genoeg ellende is. Is er weer commotie in de moslimwereld... omdat er ergens in Amerika een Koran door de wc is gespoeld? Denk je, nou en? Enige voor wie ik het echt lullig vind... is voor die loodgieter die het allemaal weer moet gaan repareren. Weet je, dan begint de ellende. Als ze boeken heilig gaan maken of als ze boeken gaan verbieden. Die hele Bijbel van ons ook, houd toch op. Ja, dat Oude Testament, man, hoe oud is dat wel niet? Die is allemaal vertaald, maar wat weten we ervan? God keek naar de aarde en hij zag dat het goed was. Ja, misschien staat er eigenlijk wel... God keek naar de aarde en hij dacht... Het is wel goed zo. Ja, het zou een hoop verklaren. Kijk, Eerst waren er heel veel goden. En voor alles wat mensen niet begrepen, was er een god. Maar de ellende van ontwikkeling is dat je steeds meer beseft hoeveel je niet begrijpt. Dus is er steeds meer behoefte aan steeds meer goden. En dat liep uit de hand. Op een gegeven moment had je een god voor de scheetjes die je niet hoorde, maar die wel heel erg stonken. En toen hebben ze gezegd, ja, daar houden we mee op. We doen gewoon één god en God is liefde. Nou, liefde maakt blind. Weet je, en wat is liefde? Kunt u mijn eigen belang zo inpakken dat het een cadeautje lijkt? Weet je, als ik ergens benieuwd naar ben wat betreft de toekomst...
toekomst, dan is het wel hoe ze in de toekomst terug zullen kijken naar deze tijd. Ik heb geen idee waar wij ons nu eigenlijk bevinden. Zijn we de weg kwijt of is er maar geen weg? Is dat juist de moeilijkheid? Dat je steeds op een punt zit waar er nooit iemand is geweest? Achteraf, ja. Ja, achteraf is het mooi wonen, zeggen wij in Eindhoven. Maar ja, weet je, de moeilijkheid is dat je steeds het opgesloten in het nu. Het is de hele tijd, is het nu. Nu, 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 nu. En nu heb ik spijt dat ik die bloemen heb gesloopt. Nu ben ik het al lang niet meer eens met dingen die ik eerst beweerde. Een paar jaar geleden hield ik woedende tirades over de mobiele telefoon. Weet je, nou ben ik blij dat ik daar op de terugweg met mijn meisje kan bellen om te vertellen hoe het gegaan is. Weet je, maar wat moet ik vanavond gaan afzeiken als de kans groot is dat ik het over 2 jaar omarm? Wat is er in godsnaam aan de hand? Steven hem af op iets apocalyptisch of gaat het eigenlijk beter dan ooit en zijn we ons alleen maar veel meer bewust van onze problemen? Mensen hebben natuurlijk nooit geweten waar ze zich bevonden. Tijdens de 80-jarige oorlog zei echt niemand na 40 jaar... Hé, we zitten op de helft. Oeh. Ik heb het gevoel dat wij in Nederland nou een beetje... Weet je, dat we zitten te wachten op de eerste echte grote bomaanslag. En ergens denk ik dat het goed zou zijn. Dat het ons wakker zou schudden uit een soort comateuze toestand. Ja, dat is het mooie van rampen. Dat opeens kraakhelder wordt wat belangrijk is en wat niet belangrijk. Volgens mij is er nog nooit iemand geweest die midden in een bomaanslag zat... ergens in een winkelcentrum met rook, brokstukken, ledematen... die zich een weg naar buiten probeerden te banen. Iemand zag liggen en dacht, oh, die schoenen, die kunnen echt niet. Weet je, we zijn een beetje een ziek landje geworden. Weet je, als je ontevreden bent over je titel, word je binnen een week geopereerd. Als je een hartaanval krijgt, dan kom je op een wachtlijst. Waar die hele jihad over gaat... is dat zij willen dat wij allemaal moslim worden. Weet je, en ik zit steeds vaker te denken van, waarom eigenlijk niet? Laten we gewoon allemaal moslim worden. Dan weten zij ook niet meer wat ze moeten doen. En dan zijn we echt met veel. Het allerleukste lijkt mij is dat we allemaal moslim worden, maar dat we tegen één iemand niet zeggen. Dat diegene op hem moet gaan pissen, weet je wel, dat die hele wereldbevolking elkaar al aanstoot. Dat hij dan terugkomt, nou dan heb je zo iemand echt wel teuk hoor. Zullen we het doen? Zullen we het doen of zeggen, ja Theo, het is uitermate kolderiek, maar wat voor doldwaze hersenspins als je nou weer op de proppen komt en dan ben je 5e one-man show. Maar het is een blijft cabaret en dan moet je van ons niet verwachten dat we jou serieus nemen. Ja. Nou goed, het was maar een ideetje. Hè. Schijnen ook de laatste woorden van Adolf Hitler geweest te zijn, maar goed, dat even terzijde. Maar laten we het doen, man. Laten we het een kans geven. Ik bedoel, wat hebben we te verliezen? De vrijheid van meningsuiting. Ik wil helemaal scheidsziek van die hele vrijheid van meningsuiting. Hele televisieprogramma's worden ermee volgepland. Iemand die heeft dan een mening en iemand anders, die heeft dan nog een andere mening. Het enige wat die vrijheid van meningsuiting doet, is dat elke mening totaal betekenisloos wordt. Afschaffen en wie dan nog zijn bek open durft te trekken, daar wil ik wel naar luisteren, dan wordt het interessant. Ik denk dat als Jezus nu terug zou keren op aarde... en hij zou een gloedvol betoog houden voor een mensenmenigte... ik denk dat helemaal geen impact zou hebben. De enige reactie die hij zou krijgen was... ja, dat is jouw mening. Laat me doen, man. Laat me gewoon allemaal moslim worden. Weet je, en tuurlijk, voor vrouwen zal het anders worden. Ja. Maar goed, dit is toch ook niks. Ja, en ik vind persoonlijk ook, als vrouwen er nou echt zo moeite mee hebben dat ze onderdrukt worden door mannen, dan moeten ze onderhand een keertje aangeven door wie ze dan onderdrukt willen worden. Ja. En ik vind dat die moslimmannen dat die het eigenlijk heel netjes doen. Echt. Kom op, als dat toch bij ons de regel zou zijn. Als mijn vriendin, als die toch 3 meter achter mij zou moeten lopen, nou, ik zou het echt wel anders aanpakken, hoor. Ik zou de hele dag in van die tempowisselingen gaan lopen. Je keihard sprint en ineens remmen. Hé, dat is geen 3 meter, hè? Ja, en ik vind die hoofddoekjes... Ja, ik,
Ik vind ook wel wat hebben. Ja, je hebt ook, al iets bij de hand om je pik aan af te veren. Ja. Ja, ik vind het nooit fijn om naar de rand met zo'n plakpiel meteen in mijn onderbroek te gaan. Ik dan eens. Ja, als je het aan vrouwen overlaat, kom op, weet je, het is toch nooit goed. He, vrouwenbesnijders, nee, he, dat is dan een schande, want dan ontnemen ze de kans op genot. Nou goed, he, laat je het hele handeltje zitten, hebben ze geen zin.